Hoi, wij zijn Chantal, Suzy en Luc uit 4V en wij gaan je een rondleiding geven door onze school. Het is goed bereikbaar met de bus en de tram en we hebben beneden een grote fietsenstalling. De school ligt aan een park met sportmogelijkheden. Als het mooi weer is, maken we hier gebruik van sport en bewegen. In onze centrale hal kun je fijn zitten met je vrienden en vriendinnen. Hier is ons restaurant en kantine. Er is ook een watertap waar je altijd water kan halen. We hebben ook dit jaar weer een gezonde schoolkantineschaal gekregen. Dit betekent dat we veel gezond aanbod hebben. Ik neem hier altijd graag een broodje gezond. Achter de kantine is een professionele keuken waar je ook kooklessen kan volgen. Ook wordt het gebruikt voor ons buurtrestaurant. Dit is een onderdeel van de buurtfunctie van onze school. Jij kunt koken voor de buurtbewoners en je kan je ook nog je eigen gerecht serveren. Je kunt natuurlijk ook bij ons werken als kantinemedewerker. Naast het restaurant is de theaterzaal. Hier krijg je dramalessen en het wordt gebruikt voor activiteiten zoals theatervoorstellingen, debat, muziek en films. We hebben het hele jaar door aanbod, ook in de avonduren, en werken daarvoor samen met organisaties zoals het Nationale Opera en Ballet, de Bali en Factor I. Hiernaast is onze collegezaal. Hier krijgen de leerlingen uit de bovenbouw colleges. We kunnen dit theater en de collegezaal met elkaar combineren door de schijven ontweg te halen. We nemen je nu mee naar een deelschool. Iedere afdeling heeft een eigen deelschool. Dit is een kleine eigen plek in een grote school. Hier werkt een vaste groep docenten, die kennen je goed. Je kunt in het deelschoolhuisje kun je terecht als je vragen hebt of als er iets met je aan de hand is. Het is erg fijn dat je in je deelschool een eigen kluisje hebt. We werken op school veel met een iPad. Dit is heel handig, zodat je al je werk en huiswerk onder één knop hebt. Dit is onze kunstvleugel. Hier hebben ateliers waar jij kunt ontdekken waar jouw creatief talent ligt en wat je leuk vindt in de kunst en cultuur. Een van de vakken is Art Science. Hierin wordt kunst- en technologieonderwijs gecombineerd. Een bijzonder vak. Veel aandacht voor kunst en cultuur, sport en science. Straks nemen we je mee naar de sportafdeling, maar eerst nemen we je graag mee naar de scienceafdeling. Kom maar mee. Heb je een laboratorium waar je allemaal experimenten kan doen voor natuurkunde, biologie en scheikunde? We zitten nu in ons IT-lokaal. Hier krijg je les over technologie. Technologie is steeds belangrijker. In de les leer je om je eigen ontwerp te printen met een 3D-printer en leer je games te ontwikkelen met een VR-bril. Tegenover het lab is het technieklokaal. Leerlingen die het vak dienstverlening en producten volgen, leren je meer over techniek door zelf aan de slag te gaan met gereedschap, machines en verschillende materialen, zoals hout en metaal. Er is veel aandacht voor sport en gezondheid. We zijn een actieve school. We werken samen met veel sportorganisaties in de buurt. In de maatwerkuren kun je extra sporten en bewegen, ook als je niet zo'n sporter bent. In het VMBO wordt LO2 als examenvak aangeboden. Topsporters krijgen de mogelijkheid om een school- en sportcarrière te combineren. Ons mooie schoolgebouw is zo ingericht dat er genoeg ruimte is om zelf en samen te ontwikkelen en te onderzoeken. We bieden alle niveaus aan, dus je kunt gemakkelijk naar VMBO-T, HAVO of VWO doorstromen. En omdat we samenwerken met het MBO, HBO en universiteiten, kun je ook gemakkelijk naar het vervolgonderwijs doorstromen. Het belangrijkste is natuurlijk dat je onderwijs volgt wat bij jou past. We hopen dat je het leuk vond om naar deze rondleiding te kijken. En we hopen je ook gauw te zien. Tot dan! Hey!